Leerlingen van het technasium van het Merlet College in Kuik hebben de finale bereikt van de kunst- en techniekwedstrijd Arcadia. Jan van Kessel, wat houdt het technasium nou eigenlijk in? Nou, het technasium is een opleiding voor kinderen die wat meer geïnteresseerd zijn in techniek en de beta-vakken. En de beta-vakken, daar bedoel ik mee natuurkunde, scheikunde en biologie. Het is een opleiding waar kinderen zich speciaal voor melden bij ons op school. En dan weten ze van tevoren waarvoor ze kiezen, want dan weten ze dat ze het vak O&O krijgen. En O&O staat voor onderzoek en ontwerpen. En dat betekent dat leerlingen gedurende een schooljaar werken aan 4 projecten. En elk project duurt ongeveer 7 tot 8 weken. En dan werken ze in een team aan een opdracht. En die opdrachten die hebben wij binnengehaald door samen te werken met bedrijven. Dat betekent dus dat de leerlingen werken aan reële opdrachten en dat ze ook aan een reëel eindproduct moeten werken. De Arcadia-wedstrijd is hier dus een goed voorbeeld van. Ja, Arcadia is zo'n stichting die nadenkt over een opdracht waarbij ze dingen moeten ontwerpen, zeg maar, voor de stad van de toekomst. Maar ik neem aan dat meneer Tonen daar zo meteen wat meer over gaat vertellen. Peter Tonen, door wie is deze landelijke wedstrijd georganiseerd? Deze landelijke wedstrijd is door Arcadis georganiseerd. Arcadis is een heel groot architectenbureau wat zich vooral met vernieuwing binnen architectuur, water enzovoort bezighoudt. Wat was de opdracht? De opdracht heeft te maken met de stad van de toekomst. De leerlingen kregen de opdracht: bedenk iets voor de stad van de toekomst op een aantal terreinen. Dat had te maken met water, wonen, mobiliteit. Hoeveel scholen hebben aan deze wedstrijd meegedaan? Er hebben ruim 100 scholen aan deze wedstrijd meegedaan. Die hebben in totaal 250 werkstukken ingestuurd. Die werkstukken zijn door landelijke jury beoordeeld. En er zijn 12 werkstukken, waar onder andere 1 werkstuk van het Merlet College door naar de landelijke finale, die op 12 april in de TU in Eindhoven is. Hoe ziet het programma eruit tijdens die finale? Gaan de kinderen het opnieuw presenteren? We hebben hier een werkstuk gemaakt met leerlingen. Dat is opgestuurd. Dat hebben we helaas niet teruggekregen. Dus we gaan nu een nieuwe presentatie maken. En dat zal weer iets worden, een combinatie van techniek en schilderkunst. Valt er uiteindelijk ook iets te winnen met deze wedstrijd? Ja. De hoofdprijs is 10 leerlingen, 2 docenten naar Berlijn toe. Een aantal dagen, hoe lang weet ik niet. Dat is de hoofdprijs. Kun jij exact vertellen wat de opdracht was? We moesten een probleem opzoeken over water, wat ze maar, watertekort bijvoorbeeld, of vervuild water. En daarvoor moest je dan een oplossing bedenken en dat dan uit gaan werken tot een project. Er is een fictieve stad bedacht. En daar moesten jullie creatieve oplossingen voor bedenken, voor in de toekomst. Wat hebben jullie dan zelf voor een idee aangedragen? Dat er een soort van supercomputer in een huis is en die beheert al het watergebruik. En dan krijg je ze maar een tegoed voor elke week. En als die op is, kun je ook geen water meer gebruiken, zodat je echt water bespaart. Dus het doel is vooral waterbesparing? Ja. Heb je een reactie gekregen op jullie project, op jullie presentatie, wat ze ervan vonden? Ja. Is het bijvoorbeeld uitvoerbaar? Ja, want dat was ook een van de eisen die gesteld werden, dat het uitvoerbaar moet zijn. Heb je dat ook verder na moeten rekenen, hoe dat dan straks in zijn werk gaat? Of was het puur alleen een idee? Ja, ook wel een beetje naberekenen, maar het gaat vooral om het idee. Want jullie hebben daar met z'n vieren aan gewerkt? Ja. Hoe ben je tot dit idee gekomen met z'n vieren? Nou, Sjil, die kwam. Ja, zij is een beetje het begin, zeg maar. Zij bedacht iets. Mm-hmm. En toen heeft meneer Tonen het een beetje uitgewerkt. En toen zijn wij verder gegaan met het idee. Heb je dit ook echt na moeten bouwen? We moesten een maquette maken, maar dat hebben we niet echt nagebouwd. Die is nu dus opgestuurd? Ja. Denk je dat je grote kans maakt om met jouw clubje te gaan winnen? Ik denk het wel, want het kan in elk huis, zeg maar, gedaan worden. En ja, de kosten zijn ook niet zo erg duur. Wat ga je nu nog doen voor 13 april? Wat gaan jullie aan het project nog doen? Nou, in principe, we mogen niet met z'n vieren werken, maar wel gewoon de presentatie oefenen en zo. Gaan jullie met z'n vieren presenteren of alleen? Nee, met z'n vieren. Heel veel succes. Nou, bedankt.